Ik ben Charles Olawale. Ik kom uit Nigeria. Ik ben in 2012 in Nederland gekomen en ik werk bij Connection. Samen met Vluchtelingenwerk Haarlem probeert Connection statushouders warm te laten lopen voor een baan als buschauffeur. De 33-jarige Charles, die vroeger kledingontwerper was, zit nu alweer 3 jaar op de bus in Haarlem. Dat is totaal anders, maar ik vind het leuk om te doen en ik ben blij om hier te zijn. Maar steeds minder mensen voelen zich aangetrokken tot het chauffeursvak. En het is daarom lastig voor de vervoersbedrijven om voldoende personeel te vinden. Dus vandaar dat wij ook naar deze groep kijken. Vaak zijn dat ook gemotiveerde kandidaten. Dus die sluiten wij zeker niet uit. Binnen een periode van 7 weken worden de kandidaten opgeleid tot volwaardig buschauffeur. En voor Charles een absolute droombaan. Ik ben blij met mijn werk. Als iemand blij met je werk bent, dan ben je altijd blij om naar werk te gaan. Elke dag geniet ik van mijn werk. Je merkt ook dat zij gewoon heel gemotiveerd zijn, dat ze echt nog extra hun huiswerk doen. En dat werkt heel goed. Dus eigenlijk zijn het misschien wel betere studenten dan de Nederlandse studenten? Nou, daar laat ik me niet over uit. Maar dat zou kunnen. Maar ze zijn wel heel ijverig? Ze zijn zeker heel ijverig en daar zijn we heel erg blij mee. Charles dient als voorbeeld voor de toekomstige studenten. En als het aan hem ligt, blijft hij voorlopig ook nog wel even rondrijden in Haarlem. Ja, nu ben ik 2 jaar en 1 paar maanden bij Connection. Maar ik wil bij Connection zijn tot ik met pensioen ga.